voorrang hebben we gezien. Dat staat ook nog in uw boekje vermeld. Ik zal dat niet meer voorlezen. De bedoeling is, wanneer je dus aan dat hoofdstukje komt, betreffende de voorrang, dat je dat zelf nog eventjes doorneemt, dat je dat leest. Maar we komen daar op zich niet meer op terug, tenzij met de examenvragen, dus via de diatie. De borden in het algemeen, we hebben dus een aantal categorieën, cirkelvorm met de rode omranding. Zij verbieden u iets te doen als bestuurder. De meest gekende verbodsborden zijn die. Verboden richting voor elke bestuurder. En wat is die dan? Is er daar een idee van? Dus in beide richtingen. Dus hier spreekt men over één richting, verboden in te rijden. Dus er mag hier niemand door, geen fietser, geen brommer, ja, geen enkel voertuig, alleen de weggebruiker, de voetganger. Alle bestuurders mogen hier niet door. En die is nog wat strenger, die is in beide richtingen. Dus verboden richting voor elke bestuurder. Of mag ik, het is omdat ik met een kindje zeg, mag ik wel wettelijk ook in 3 maanden alleen rijden, mijn kindje meepakken? Wettelijk mag ik niemand meepakken. Ja, je mocht het alleen rijden. In dat geval mocht je nog een derde persoon meenemen. Dus stel nu dat je, zeg maar, iets dat je iemand meeneemt in een auto die minimum 24 jaar oud is en in het bezit van de rijbewijs, ongeacht de duur ervan, dan mag je nog een derde persoon, eventueel een kindje, in de wagen. Ja, dat is toegelaten. Dus je mocht alleen rijden met 2 voorwaarden. Dat die passagier, noemen we dat dan, voldoet aan die voorwaarden. En in dat geval mag er nog een derde persoon.